En van harte welkom bij de vierde Atletiek Talk alweer. Centraal deze keer staat het talent van de toekomst. En daarvan hebben we twee exponenten hier in de studio aanwezig. Alida van Dalen, van harte welkom. Dankjewel. Talent en talentencoach, moet ik eigenlijk zeggen. Rogier Ummels, ook van harte welkom. En als het goed is, word je van talent ooit een grote ster? En die gaan we straks skypen. Daphne Schippers hebben we zometeen in deze aflevering van Atletiek Talk via de Skype contact mee. Maar we beginnen hier met Rogier. Talent, prachtig mooi woord. Wanneer ben je talent? Je bent talent als je veel mogelijkheden hebt op een bepaalde sport. Dat je al goed presteert in een bepaalde levenscategorie en daarnaast ook veel mogelijkheden hebt om dat verder uit te breiden tot topper. En is er een hele makkelijke manier? Ik bedoel, ik ben voor mezelf vroeger, toen ik heel klein was, talent geweest in een heleboel sporten. Maar het is nooit wat geworden, zeg ik er meteen. Maar kan je het ergens toetsen? Ik ben een jongetje van 12, ik kan keihard lopen, vind ik zelf. Hoe zie ik of ik talent ben? In eerste instantie op de club, hè, dat je naar een atletiekclub gaat en je daar gaat meten met leeftijdsgenoten. En daarnaast ook op nationale kampioenschappen of zelfs internationale kampioenschappen als je iets ouder bent. Dat je vooral gaat meten met leeftijdsgenoten die net zo goed of misschien zelfs beter zijn dan jij. En dan kom je er snel achter of je talent hebt of niet. Het is niet zo dat ik op de site bij de Atletiek Unie een lijstje zie als je op je 12e niet dit loopt of dit werpt of dit, dan ben je klaar. Nee, zo zit het niet in elkaar. Nee. Er zijn veel kijkersvragen, ook voor jou trouwens, vooraf. Op welke leeftijd besefte jij, vraagt Joep, dat je echt een talent was? Dat je bij de betere hoorde? Ik ontdekte dat toen, ik denk toch wel best wel vrij snel. Want, omdat? Moeilijk om er zo over na te denken, want ik ben daar me niet echt heel erg snel in bewust. Want ik doe gewoon mijn ding en als het goed gaat, dan gaat het goed. En ik denk toch wel dat ik het ontdekte dat toen ik de EOF goud won. Ja, want, 2017. Ja. Toen dacht ik echt van, ja. Nu heb ik de smaak te pakken. Ja, dan sta je te midden van leeftijdsgenoten, andere landen. Ja. Dat je denkt, hey, ik sta opeens in het midden van dat EOF-schavot. Ja. En ook gewoon met andere sporten. Dat helemaal niet gezegd. Ik heb helemaal niet gezegd wat je doet. En het staat naast je. Oh ja. Nou, kogelstoten, discus werpen. Ja, kogelstoten en discus werpen. Mooiste wat er is? Ja, of course. Dat is het allermooiste wat er is. We zien hier de EOF. Ja! Ja, toen wist je het wel. Ja, dat zie ik al. Ja. En we zien ook je moeder, oud-Nederlands kampioen. En Pieter van de Hogeband, die was toen chef de mission. Ja, maar goed, in de atletiek, dat wordt altijd gezegd, grootste sport van de wereld. Ook bij jeugdevenementen, als je daar gouden plak wint, dan doe je mee. Ja, vind ik wel. Ja. Dat is gewoon het moment wanneer je als topsporter de smaak te pakken kan krijgen. Ja, want als je niet bepaalde toernooien hebt, en dan weet je ook niet waarvoor je het doet op zo'n jonge leeftijd. Dus dan moet je nog zo lang wachten voor een toernooi waarvan je niet weet wat er te wachten staat. Ja, maar jij hebt ook denk ik bij je club momenten gehad dat je die arme kleine meisjes naast je en dat die dingen van jou altijd veel verder gaan dan van de rest. Ja, dat klopt. Daar begon het wel een beetje. Daar begon het ook al. Dus daarom zei ik ook zo van, ik had het waarschijnlijk ook al op jongere leeftijd. Ja. Rond dat ik 11 jaar was al. Ja. We gaan even kijken naar een aantal van de Nederlandse atletiek talenten. Met name degene die bij jou zitten. Hier zijn ze. Als ik aan de start sta, weet ik dat ik daar hoor. Ik adem nog één keer diep in en uit. Ik weet wat ik kan. En dat wil ik aan de wereld laten zien. Then I think about the race. How I trained for it. That I want to beat my competitors. Ik heb veel spanning en druk nodig. Ik sta mezelf dan vooraf compleet op te fokken. Als ik mijn blades aan doe, weet ik dat ik ga vlammen. Iedere 400 meter race vind ik weer spannend. Ik weet dat ik stuk ga, maar toch heeft het een enorme kick. Wanneer het startschot gaat, sta ik aan. Mijn naam is Rick van Riel. Ik droom ervan om als middellange afstandloper naar de Olympische Spelen te gaan. Ik ben Jorinde van Klinken en mijn droom is om op kogelstoot en discuswerpen allebei een medaille te winnen op de Olympische Spelen. My name is Rafael Bijou. And my goal is to become one of the best sprinters of all time.
Mijn naam is Alida van Dalen en ik wil de Daphne Schippers van het werpen worden. Mijn naam is Olivier Hendricks en ik droom ervan op de Paralympische Spelen medaille te winnen. Mijn naam is Robin van Giel en ik droom ervan om in de Olympische finale te staan op de 1500 meter. De pareltjes van het CTS-talententeam, denk ik zomaar. Kijkersvraag voor jou van Boas. Hoe kijk je tegen, dus heel algemeen, maar we hebben ook een beetje afgesproken dat we het algemeen houden, omdat het best wel een moeilijk begrip is, talent. Dus we gaan niet proberen om heel erg in te zoomen op tijden of personen. Hoe kijk je tegen het huidige niveau van het talent in Nederland aan? Best wel positief. Zeker als ik terugkijk en terugdenk aan vorige zomer in Zweden, in Borås, 2019. Daar waren we met een grote groep Nederlandse talenten. EK onder 20. Alida was daar ook bij en de sfeer was top en de prestaties even goed. We hebben heel lang bovenaan het klassement gestaan van de medaille-ranking. Ja, dat is echt bijzonder. Dus dat is wel een tekening voor de lichting van dit moment. Ja, dat er veel talent aanwezig is. Ja, nou weet ik dat coachen is een vak. En het is geen toeval dat er nu een goede lichting is, denk ik zomaar. Nee. Want je raapt ze niet links en rechts zo van straat op. Nou ja, het is iets wat we denk ik in de Nederlandse atletiek met z'n allen goed hebben gedaan tot nu toe. Met heel veel inspanningen van heel veel mensen. Allerlei persoonlijke coaches bij de clubs. Deels een programma van de bond waarin we met z'n allen kijken naar hoe ga je nou zo goed mogelijk zo'n toernooi in. En hoe presteer je daarna op je beste in dat seizoen. Dat zijn wel aandachtsgebieden waar we veel aandacht aan hebben besteed. En wat daar zeker ook allemaal tot uiting kwam. Ja, was dat iets wat dan voorheen ontbrak? Waren wij daar slecht in? Is dat heel erg leeftijdgebonden? Of... Het is wel iets wat steeds meer aandacht heeft gekregen. Zeker het presteren op het juiste moment. En in je seizoen ook een bepaalde opbouw hebben. Dus dat is wel zeker iets wat meer en meer zeg maar, ook in de Nederlandse atletiek centraal staat. Ook al wel op jongere leeftijd. Hoewel het er wel om gaat dat je natuurlijk als talent voornamelijk op de langere termijn bezig bent. Dat niet per se het jeugdtoernooi het hoogtepunt van je carrière moet zijn. Het is wel mooi om ook daarin, op die route, wel degelijk succes te hebben. Ik zie Alida al lachen, want jij hebt iets, ja, maar goed, als ik erheen ga, dan wil ik wel winnen. Ja, klopt. Ja. Ondanks dat dan inderdaad de coach of de trainer zeggen, het gaat om straks en niet zozeer om het nu. Ja, maar je moet ook gewoon genieten van het nu. Ja. Want je bent maar één keer in de jeugdcategorie. En daar moet je ook gewoon vol van genieten. En dat is ook een soort voorproefje op later. Dus ja, dat kan je als atleet heel goed motiveren. Ja, en je wil zo'n ding gewoon om. Ja, precies. Ja. Gewoon voor de verzameling is het ook leuk. Ja, voor thuis, Anders blijft de muur ook zo leeg. Ja, ik hoorde jou zeggen in dat filmpje trouwens van jullie, van het ZJS-team. Ik wilde Daphne Schippers van het werpen worden. Ja, klopt. Wat bedoel je daarmee? Gewoon in het algemeen het werpen is sowieso... Ik heb het gevoel dat het... niet echt in de spotlight staat. Het wordt een beetje gezien als een tweederangs onderdeel. Er gaat niet heel veel aandacht naar. Het is vooral het sprinten, dat is belangrijk. Ja. Terwijl voor het werpen doe je net zoveel als dat je een sprinter bent. En dat mag wel wat meer in de schijnwerpen staan. En daar wil ik voor zorgen met de naamsbekendheid van Daphne Schippers. Gewoon net zo naamsbekend worden. Ja. Door je prestaties door uiteindelijk prestaties. Wel. Ja, precies. En heb je daar dan in die zin een beeld bij van... Nou, als ik het daar goed doe, dan gaat het... Ik bedoel, je ziet er goed uit. Je kan goed uit je woorden. Dus in die zin, dat heeft Daphne ook. Dat heb jij ook. Maar er hoort nog wel iets bij. Zijn er dan evenementen waarvan je zegt... Ja, daar... Olympische Spelen hoor ik namelijk heel vaak voorbij komen. Bij de andere atleten? Ja, ja maar dat... Dat is voor mij vanzelfsprekend. Ja, okay. Dat is gewoon, dat staat sowieso al genoteerd. Dat is gewoon het uiterste wat ik wil halen. Is gewoon Olympische Spelen. Waarschijnlijk niet één, niet twee, maar gewoon zoveel als ik zoveel als ik mee kan maken. En daar het beste presteren van iedereen. Ja. En ook natuurlijk de mensen die dan naar de Olympische Spelen kijken... ook wat meegeven van een beetje een stukje cultuur van het werpen. En daar wil ik gewoon het boegbeeld van zijn. Ja, de naam viel al even. Inmiddels hangt ze ook aan de Skype, Daphne Schippers.
Goedemiddag, van harte welkom. Leuk dat je tijd wil maken. Vanmorgen nog getraind, begreep ik net van Rogier. Jazeker, ja, ja, ja. Wel een beetje regen hier en daar, maar we hebben getraind, ja. Ja. Wat Alida net zegt, ik weet niet of je dat al mee kon horen. Zij wilde Daphne Schippers van het werpen worden. Dat is iets wat jij volgens mij... Er willen heel veel meisjes opeens Daphne Schippers worden. Of van het lopen of van het werpen. Doet dat wat met jou? Nou ja, dat is natuurlijk super gaaf als je zo'n voorbeeld kan zijn. En dat je dus bekend genoeg bent dat mensen heel graag willen doen wat jij gedaan hebt. En dat is wel... ja, natuurlijk, dat is wel een eer. Ja. Is het ook een prachtige weg? Het gaat over talenten, hè? Deze atletiek talk. Ga eens helemaal terug naar het begin van die enorme route die jij hebt afgelegd. Wanneer was bij jou het moment dat je dacht, oh, wacht even. Nu ga ik toch dingen beleven die niet voor anderen weggelegd zijn. Nou ja, niet voor anderen weggelegd is misschien het grote woord. Maar ik weet nog wel dat ik zelf het eerste besefmoment had dat ik dacht, oh, wacht even, ik kan best wel wat. Is denk ik 2010, waar ik wereldkampioen werd bij de junioren. Dat was wel het moment. En uiteindelijk in 2011 plaatste ik me al voor de Olympische Spelen van 2012. Dus dat was ook voor mij het moment, dat was in Gutses, was dat. En toen dacht ik, oh... Oké, okay, nou, ik ga al naar de Spelen en dat voelde voor mij heel gek. Maar ja, het was wel het eerste opstapje dat ik dacht, oh, oké, okay. We kunnen echt mee gaan doen. En vanuit die hele tijd, want je vertelt het nu heel makkelijk, maar daar zit een weg naartoe en ook tot nu zit nog een weg aan vast. Wat zou je mee kunnen geven van het is een schitterende droom om na te leven, maar hou vooral rekening met... Nou ja, ik zeg altijd, probeer elk jaar weer te genieten. Dus elk toernooi wat je doet, alles is meegenomen. Dus je weet nooit wat er gebeurt. Ben je een junior en je wil een medaille halen, ga ervoor. Het jaar erop is weer een nieuw jaar, maar probeer elke keer te focussen op de kleine doelen die je hebt. Dus op dat moment wat er in dat jaar belangrijk is, probeer daarop te focussen. En niet te veel bezig te zijn met over wie jaar, want dan is misschien wel een Olympische Spelen. Ja, die is er, maar er zijn zoveel tussendoelen te gaan. Dus ik denk altijd als ik... jonge talenten moet adviseren, is proberen het echt stapje voor stapje te nemen. Dan komt het vanzelf. Je zegt net, niks is te plannen ongeveer. Alles kan gebeuren. Ja, als er een jaar is waarin dat duidelijk is geworden, is dat nu wel. Want je had hier helemaal niet willen zitten op dit moment in je eigen huiskamer, heb ik het idee. Maar heel ergens anders. Hoe heb je die afgelopen maanden beleefd? Nou ja, aan het begin baal je natuurlijk ontzettend dat de Olympische Spelen niet doorgaan. Maar ook dat is weer een deel van topsporter zijn, is je moet er weer flexibel mee omgaan. Dus je mag er even van balen, maar die knop moet snel weer om. En je moet zorgen dat je kijkt of je nieuwe doelen kan stellen voor jezelf. Van waar ga je nu mee aan het werk? Want ook volgend jaar weten we nog niet eens wat er gaat gebeuren. Dus we moeten heel erg zorgen dat je nu zorgt dat je toch volgend jaar zo goed mogelijk bent. Ja. En stap voor stap kijkt. Je nu verbeterpunten hebt waar je nu aan kan werken in trainingen. Het is even zo dat je het in trainingen moet doen en even nog niet in wedstrijden. Maar ja, dat is gewoon ook alweer een beetje topsportmentaliteit. Ja, je moet het gewoon weer stap voor stap zien. Nu kunnen we gewoon nog alleen trainen, dus pak je trainingsdoelen. En zodra je weer wedstrijden kan doen, probeer je zo goed mogelijk in vorm te zijn. En ja, volgend jaar is weer volgend jaar. Ja, precies. We zagen ondertussen, ik weet niet of jij dat kon zien, bijzondere trainingsbeelden met de hond. Ja, klopt. Dat was al in grote maat, maar in die tijd helemaal volgens mij een belangrijke partner geweest. Ja, zeker weten. Ook omdat je heel veel thuis bent. Het is zo ontzettend gezellig dat hij er is. Nou ja, nu ligt hij achter hem op de bank te slapen. Dus die is wel echt heel leuk. Hij vindt alles leuk als hij maar erbij mag zijn. Hoe heet hij? Max. Max. Mooi. Oh, dat moet ik niet te hard zeggen, want dan wordt hij wakker straks opeens. Ja, ik kijk gelijk om. Ja, zie je? Oh, kijk. Oh, dan is hij ook nog goed opgevoed inderdaad. Over wedstrijden gesproken, staat er al ergens om een datum een rood cirkeltje in jouw agenda? Nou, volgens mij zijn ze vanaf half augustus tot half oktober hebben ze wel weer wat Diamond Leagues gepland. Maar het is nog wel even afwachten of dat echt dat werk doorgaat. Ik denk dat ik eind augustus het liefst nog een paar wedstrijden zou willen doen. Oké. Okay. Blijf je nog even hangen? Komen we zo nog even bij je terug. Ja, oké, fijn. Rogier, voorbeeld ging het over. Die zijn er ook gelukkig weer in de Nederlandse atletiek. Komen ze ook, merken jullie dat? Lopen ze inmiddels zo ook rond in Nederland? Van ik wil de nieuwe Daphne, straks de nieuwe Alida? Of...
Ja, kijk, ik denk dat zeker de laatste jaren er heel veel inspirerende topsporters zijn geweest in de atletiek die weer een hele nieuwe generatie hebben geïnspireerd. En ik denk dat we daar ook wel voorbeelden van zien dat we wat meer instroom hebben in de atletieksport. Mede ook dankzij Daphne onder andere. En met alle aandacht die zij heeft gegenereerd voor de sport ook. Wat mij erg opviel toen ik dit een beetje zat voor te bereiden. Het klinkt heel makkelijk, hè, van talent, topatleet en noem maar op worden. En daar hang je dan wat tijden aan of wat prestaties aan. Maar jullie zeggen, het is een vak. Zeker. Het is meer dan topsporter worden. Zeker. Het is een beroep. Ja. Hoe zie je dat terug in de opleiding? Nou, het is meer dan alleen maar hardlopen bijvoorbeeld of verwerpen. Alida kan wel beamen dat er gewoon veel meer bij komt kijken. Zeker naarmate je gewoon steeds meer en meer succes gaat hebben. Bijvoorbeeld, behalve alleen maar in Nederland een wedstrijd doen, ga je dat in andere landen doen. Je gaat tijdzones over, je gaat vaker ook wedstrijden doen in andere omgevingen. Maar bijvoorbeeld ook dat je niet alleen maar met een coach werkt, maar met een heel begeleidingsteam. Waarin je met artsen en fysio's en voedingsexperts een hele groep mensen om je heen krijgt, die ook weer met jou te maken hebben. En dat is wel iets wat je ook gaandeweg leert door het te ervaren. Maar wij besteden er ook aandacht aan hoe je dat het beste kan doen. Ja, jij zit braaf te knikken. Je herkent er ook wat van, volgens mij. Ja, zeker. Ja. Wat heeft jou verrast? Ik bedoel, dat je daar goed mee was, dat zag je vrij snel. Maar in de hele weg naar boven, tot nu toe, wat vond je het moeilijkste bijvoorbeeld? Het moeilijkst? Dat je dingen ervoor op moet geven. Want zo vaak zie ik mijn vrienden ook niet heel vaak. En dat vond ik vooral het moeilijkst. Want iedereen die zegt zo van, ja, ik ga nu daar naartoe. Ik ga wat eten met hun en dit, dat. En dan kan ik niet mee, want ik ga gewoon trainen 's avonds of in de ochtend. Dus dat was wel het moeilijkst. En ook gewoon dat er meer bij kwam kijken bij het werpen dan dat ik had gedacht. Dat ik ook nog goed moest kunnen sprinten, hoorde dingetjes moest doen. Goede sprongkracht moet je ook hebben bij het werpen. Dus dat wordt heel erg onderschat. En ja, dat had ik zelf ook onderschat. Maar ik ben eigenlijk wel... Begrepen jouw vrienden het wel? Ja. Of roepen die ook af en toe van, nou, kom op, je kan nu toch wel een keer mee? Nee, ik heb de beste vriendengroep die er maar kan zijn. Die snappen het heel erg goed. En juist als ik dan heel even tijd heb, dan komen hun er ineens tussen. Zo van, ja, nou, nu is het onze tijd. Ja. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Daphne, daar herken jij ongetwijfeld wat van. Dat is volgens mij ook een beetje eeuwig dilemma, toch? Ja, zeker weten. Maar ik heb ook wel eens iets, zeker als je kijkt naar vrienden. Als je vrienden het op een gegeven moment echt niet gaan snappen, ja, dan gaat de vriendschap op een gegeven moment over. Dit is iets, je moet als atleet, ja, je bent gewoon echt continu atleet. En ja, je kan niet continu die trainingen skippen. En het voelde voor mij niet echt als dat ik het op moest geven of zo. Maar ja, ik was in mijn hoofd zo bezig met sport dat ik altijd dacht van ja, nou ja, alles moet bijna een soort van wijken ervoor. En daar maak je keuzes in, denk ik. En ik denk mensen die het echt goed begrijpen, die zullen wel overblijven. Ja, precies. Jij was natuurlijk ook meerkampster. Ooit nationaal besproken ongeveer de keuze voor de sprint. Is dat nog in jouw gevoel wel nog steeds de beste opleiding geweest? Ja, zeker weten. Ja, ik kan niet achteraf zeggen, als je ziet dat ik heb gehaald, dan kan ik niet zeggen, nou was ik maar meerkampster. Nee, ik ben echt heel blij met de keuze die ik gemaakt heb. En op dat moment was het extreem spannend, want je hoopt dat je echt de juiste keuze maakt. En het is een hele belangrijke keuze die je maakt in je leven. Maar ik had het nooit anders meer gedaan, denk ik. Ja, we gaan nog heel even kijken. Ik weet dan eerlijk gezegd niet of jij mee kan kijken. Maar het is ook heel kort, want jij loopt zelf mee. Dus dan duurt het nooit lang. Naar de 60 meter op de NK Indoor. Waar je inmiddels ook om je heen ziet, met name Nketia. Dat je dus ook echt opvolging krijgt. En dat je je eigen succes nu inderdaad meer concurrentie ook oplevert. Is dat gunstig? Ja, tuurlijk. Het is altijd leuk als er nieuwe talenten opkomen. Zeker in Nederland is dat echt ideaal. En uiteindelijk is het ook geweldig als je weer met elkaar een team kan vormen en gewoon hard kan lopen op die honden. Dus ja, nee, ik zie het alleen maar als positief, hoor. Ja, mooi, inderdaad. Ben je verbaasd dat ook dit effect heeft gehad? Dat het ook zo snel gaat, voor ons dan, van buiten afgezien? Dat er relatief al vrij snel zoveel talent is? Niet alleen op de sprint, maar überhaupt.
Ja, nou ja, ik weet niet helemaal of dat helemaal alleen mijn effect is van de prestatie die ik gehaald heb. Maar ik denk ook wel dat dat sowieso atletiek groeiende is. En toevallig zijn er een paar hele grote talenten. En die moeten we ook goed vasthouden en kijken of we die goed kunnen opleiden. Want we hebben nu natuurlijk steeds meer ervaring. Ook met het opleiden van de jonge atleten. En volgens mij was ik een van de eerste groepen die op Papendal startte. Als fulltime groep. Dus toen moesten wij het ook allemaal nog een beetje uitzoeken. En ik denk dat we nu met heel veel ervaring die we hebben. Dus zowel als atleten die bepaalde prestaties hebben gehaald. Als coaches die al heel veel meer hebben meegemaakt. Dus dat denk ik heel mooi om daarmee door te bekken. En hopelijk kunnen we dan de talenten ook een extra stapje al een duwtje in de goede richting geven. Ja, over een Olympische Spelen of 3, een jaar of 10, 12, zie je dan voor jezelf iets daarin weggelegd? In het begeleiden van talent? Ja, wie weet. Wie weet. Kijken waar je dan in rolt. Ik vind het heel leuk om talenten te helpen en ik vind het heel leuk om met ze te sparren of als ze vragen hebben. Dus ze kunnen altijd bij me terecht. Ik vind het alleen maar leuk om mee te denken en te helpen. Dus ik hoop ook dat ze het doen en die stap voelen. En ik heb natuurlijk heel veel meegemaakt in de afgelopen 10, 12 jaar. Dus ik hoop dat ik mijn ervaring wel kan gaan delen, ja. Ja, ik ben al blij dat je geen nee zegt tegen die 10, 12 jaar die nog komen. Dat je zegt, nou zo lang, heel goed. Nou, daar gaan we denk ik niet 10, 12 jaar nog mee. Ja. Maar wie weet wel 10, 12 jaar nog in de sport. Utrechtse, moet ik toch even vragen dan. Utrechtse van origine in ieder geval. Het NK, eind augustus, ben je daarbij? We gaan het even bekijken. Okay. Ik heb nog niet zo'n starte planning. Eerst eens kijken wat voor wedstrijden er komen. En we gaan het zien. Ik moet eerst eens kijken wat er aankomende paar weken gaan gebeuren. Ook rondom de Diamond Leagues. En wie weet past het NK ook in het programma. Heel goed. Wel mooi dat het komt, toch? Hier in de studio, Rogier, een NK. Absoluut. Fijn dat het er is. Die hele lege kalender op een gegeven moment. Is dat ook voor talenten een belangrijk meetmoment? Wil je daar dingen al zien? Of zeg je nou, dit is wel een heel bijzonder jaar? Nou, zeker nu. Kijk, het geeft heel veel richting. Zoals Daphne het ook zei, het is mooi om die tussendoelen te hebben. En het was toch een beetje een doelloos jaar aan het worden. En nu staat er echt weer wat op de agenda. Dus het is gewoon heel mooi om daar weer een richtpunt te hebben om naartoe te werken. En hoe mooi om dat met de Nederlandse atleten met elkaar vorm te geven. Jij? Heb jij hem al aangestreept, Aline? Ja. Ja? Zeker weten. Ja. Ja. Ook de junioren nog, half september in Amersfoort? Ja. 2. Ja. Ja, dat is goed voor aan de muur. Ja, toch? Precies. Ja, precies, daar ging het in. Gewoon weer voor de opvulling. Daphne, tot slot. Ook nog schrijfster van een kookboek. En aangezien dit een beetje rond etenstijd voor het eerst te zien is, heb je nog een tip voor vanavond? Wat moeten we maken uit jouw boek? Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik ga zelf lekker wokken, denk ik, vanavond. Oké. Veel groente? Ja, veel groente, een beetje vlees, een klein beetje koolhydraten. En dan heb je al gewoon een lekker maaltijdje. En morgen? Daar heb ik dan niet over nagedacht. Oké. Nee, ja, niet qua eten, qua trainen bedoel je. Ja, ik word nu zelf onduidelijk. Morgen ben ik zo goed als vrij. Dus ik ga misschien een beetje pre-meet doen. Want we hebben waarschijnlijk donderdag nog een soort van leuke wedstrijd. Met een 3x100. Dus ik denk misschien een beetje loswerken, zodat ik zorg dat ik dan donderdag in ieder geval goed genoeg ben om een goede race te lopen. Hopelijk, als ik mee mag lopen. Ja, precies. Nou, super dat je hier even in ieder geval wilde komen. Doe de groeten aan Max. Max, hoor je het nog? Ja, hoor het vast wel. Dankjewel, veel succes. Yes, dankjewel. Dank je, fijne avond. Daphne Schippers was dat. Dankjewel. We hebben het over Nederlandse kampioenschappen gehad. Ja. Maar ik zag ergens in de voorbereiding, jij bent ook open Frans kampioen. Ja, klopt. Hoe komt dat? ik ben sinds dit jaar heb ik besloten om bij een Franse club wedstrijden, competities te doen. En daarvoor moest ik een wedstrijd doen, zodat ik officieel lid ben van die Franse club. En toen mocht ik meedoen met de Franse kampioenschappen. Moeilijk? Zwaar? Nee. Sterk veld? Veel mee. Veel mee. En je spreekt heel goed Frans nu? Nee. Nee. Er was gelukkig een soort meisje die sprak Engels, dus daar sprak ik het meest mee en die ging een beetje vertalen. Maar het was echt een hele leuke ervaring. Dat is ook wel grappig, want dan werp je dus en dan moet je naar het bord kijken, want ze roepen dan waarschijnlijk je afstand om, maar jij moet naar het bord kijken, want je hebt geen idee wat die omroept. Precies. Ja. Mooi, ja, dan moet je dan wel gaan trainen, toch? Ja, maar ik had Frans laten vallen omdat ik het niet leuk vond en nu word ik weer verplicht om Frans te spreken. Ja. Dus dat wordt weer. Dat hoort een beetje bij die beroepsopleiding waar we het net over hadden. Ja, dat is waar. Maar ik doe ook Spaans, dus dat is wel een beetje
bijna hetzelfde. Dus het wordt even moeilijk. Is talent ook, komt dat in de genen? Zit dat in de genen? Zeker, zeker. Voor een heel groot deel wel, absoluut. Jij weet al waar het heen gaat. Maar... zeker, je wordt geboren met een lichaam en je kan bepaalde dingen beter dan anderen wellicht door... ja, zeker. Maar er zit ook wel een heel groot deel in opleiding. En ook wel trainbaarheid. En dat is zeker niet uit te schakelen. Ik denk dat je daar zeker ook heel veel uit kan halen. Het is een combinatie van die twee. Ja, precies. Als jij op een atletiekbaan bent, maakt niet eens zoveel uit voor wat. Of zie je dan gelijk, hey, wacht even, daar loopt er één. Ik denk dat ik daar wel oog voor heb in de loop der jaren. Dat heeft te maken met deels een bepaalde manier van bewegen... Of zoals ik net zei, een bepaald lijf. Lange armen, lange benen. Maar ook wel soms een manier hoe iemand uit zijn ogen kijkt. Bepaalde gedrevenheid of doorzettingsvermogen uitstralen. Ja, ja. Ja, dat... Is dat het leukste wat er is? Om ze inderdaad bijna zo rauw ergens vandaan te trekken? Zeker, ja, absoluut. Ja, dat is wel heel bijzonder. En soms leer je dat soort sporters op hele jonge leeftijd al kennen. Misschien nog zonder dat ze echt... hele bijzondere dingen hebben bereikt nog, zeg maar. Ja. Maar dan is dat wel het startpunt geweest van een mooie carrière. We zien al een hele tijd de moeder van Alida, Jacqueline Goormachtig. Heb je ooit de keuze gehad? Ballet, voetbal, tafeltennis? Of was het van kiet af aan dit? Nee, ja, ze probeerden me juist op andere sporten te doen. Dus ze hebben geprobeerd zwemmen, turnen, maar toen werd ik veel te lang. Basketbal. Maar uiteindelijk heb ik er gewoon zelf voor gekozen om te gaan... om op atletiek te gaan. En toen was het eerste van, ja, doe maar andere onderdelen. En toen kreeg ik zo'n groeispeur dat ik gewoon zo erg last van mijn voeten kreeg. Van alles gewoon vanwege, ik ben ook 1,90, dus ja, kan niet anders. Ja. En toen dacht ik zo van, nou, dan maar gaan werpen. En toen bleek dat ik daar talent voor had. Terwijl het op je geboortekaartje al bepaald was. Ja. Die zien we hier. Maar toen wisten ze ook nog, toen dachten ze van, nou, dat is toch gewoon grappig, want ik ben oud discuswerpster geweest. En toen hadden ze nog niet door dat ik haar records wil pakken. Ja, dat is nu eigenlijk je eerste doel ongeveer. Ja. Ja. Maar het grappige is, je moeder is ook nog je trainer. Ja, klopt. Is daar veel discussie aan vooraf gegaan of voelde je meteen van, ja, dan moet ik het ook bij haar doen? Nou ja, eerst heb ik natuurlijk geprobeerd om bij de algemene trainingen vroeger bij andere trainers te gaan. Maar uiteindelijk had zij een werpgroep en ik had gewoon gesmeekt om daarbij te mogen. Want ik was eigenlijk te jong. Ik was 11 en je moest 12, 13 zijn daarvoor. Ja, we kijken ondertussen naar, ja, dat moet ik wel even zeggen, naar opname van het VPRO-programma De Belofte. Oh ja. Die volgen jou en een aantal andere topsporters al een paar jaar. En hier ben je... Is dit bij de club of... Nee, dit was toen in de coronatijd. Dit is echt heel recent. Met je moeder. Die, ja, dus toen was de atletiekbaan gesloten. En we hebben geluk dat we voor ons huis dus dit voetbalveld hebben. Wat soms ook gevaarlijk kan zijn. Ja, ik wou net zeggen. Maar we hebben het zo veilig mogelijk gedaan. Er zijn geen gewonden gevallen. Dus zo heb ik in de coronatijd gewoon door kunnen werpen. En onmiddellijk feedback van je moeder. En ik hoor jou ook roepen dat je nog los moet komen, geloof ik. Ja. Ja. Meestal bij de eerste worpen, dan kraakt alles los. En dan is het zo van, oké, nu kan ik. We hebben je moeder ook heel even gevraagd voor deze uitzending van Atletiek Talk... om tot jou het woord te richten. En mooi vind ik de volgorde waarin ze dat doet. Hoi Alida, hier je trainster. Leuk dat je bij Atletiek Live bent en er is mij gevraagd wat ik ervan vind dat jij als doel het Nederlands record, het juniorenrecord hebt. Gezien je goede trainingen van de winter op Papendal en de techniektrainingen thuis, je bent een stuk sterker geworden, moet dat zeker haalbaar zijn. En nu als je moeder, meisje, ik ben zo trots op je, ga zo door. Ja, mooi. Oké, dat wist ik niet. Nee, nou, dat is voor een trainer al een hele bekentenis, denk ik. Ja. Nee, ik vond het grappig dat ze begon als trainer en daarna als moeder. Gaat het vaak ook zo? Ja. Of loopt het heel erg door elkaar? Soms is het in combinatie, het ligt eraan wat ik precies doe. Hebben jullie er afspraken over? Nee. Het loopt eigenlijk gewoon dwars door elkaar? Ja. Ze weten ook wel...
gewoon, we weten hoe we op elkaar af moeten stemmen. En dat gaat gewoon goed, ook op wedstrijden. En natuurlijk, als ik klaar ben met een wedstrijd en ik heb goed gepresteerd, dan gaat de knop om en dan is mama weer op de baan. Daar hebben we ook nog een voorbeeldje van. Kijk nog maar even mee, inderdaad, hoe dat gaat. Discuswerpen komt van onder naar boven. Het is een beweging, een kracht die van onder naar boven werkt. Dus je zwaait in. En je moet proberen om zo veel mogelijk in je schuine buikspieren te doen. En niet je hele onderkant mee te draaien, want anders heb je geen verwringing met onder en boven. En dan is het de bedoeling dat vanuit het voetje, knie, heup en als laatste komt pas de schouder. De arm mag ruimte geven. En dan komt die tak, 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 tak. Dus die beweging komt van onderuit. Dit kun je dromen. Ja. Toch? Moet wel. Ja, en dat tak, 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 tak heb je al 100.000 keer gehoord. Ja. Of valt het mee? Niet alleen dat. Nee, niet alleen dat, inderdaad. Mooi. Als het over talenten gaat, en daar hoort ook altijd, vind ik hoor, een afrekening bij. En er horen sowieso doelen, want anders heb je, train je ook voor niks. Kan je die omschrijven zonder dat we medailles gaan noemen of... Waar werken jullie naartoe nu? We hebben niet een specifiek aantal of een target. Zoveel als mogelijk. Zoveel mogelijk talenten door naar de wereld op. Dat zou mooi zijn. Ja, en is dat dan... daar moet een termijn aan zitten. Want je bent niet eeuwig talent. Je bent ook niet eeuwig een topper. Nee. 22, de WK of volgend jaar. Is het gunstig dat die spelen nu een jaar verlengd zijn bijvoorbeeld? Nou, voor de jongere generatie natuurlijk wel, hè. Voor sporters waarvoor Tokio dit jaar nog ver weg leek, is het misschien volgend jaar haalbaar om daar wel al een actie te komen. Maar ja, Parijs staat ook alweer voor de deur. Dat duurt ook niet heel lang meer. En natuurlijk LA weer 4 jaar later. Dus ik denk dat het nog een hele mooie tijd te gaan is voor deze groep talenten. Ja, is het zo dat de Olympische Spelen nu zijn een jaar verlaat? Betekent dat een jaar korter voor Parijs of lopen die programma's... Kijk, uiteindelijk heb je in de atletiek natuurlijk ook allerlei andere toernooien nog tussendoor. Ja. Dus het is niet zo dat je echt alleen maar van spelen naar spelen werkt. Je hebt allerlei tussenstations nog, die ook zeer de moeite waard zijn om daar ook goed te zijn. Dus nou, misschien is het helemaal niet zo gek om vanuit Tokio alweer wat sneller bij Parijs aan te komen. Jouw eerste doel? Mag ik dat niet vragen? Tokio. Ja? Ja. Tokio 21. Ja. Okay. Dat is het grootste doel. Dus ja. Je ook wel... kleine tussenstops zijn, maar... Ja, dat is wel te hopen, bijna. Ja. Maar nu, en komt dat door dat het een jaar verschoven is? Of had je dat stiekem dit jaar, zonder het ooit te zeggen, ook al in je agenda staan? Ik had het al in mijn agenda staan. Het was al gewoon... Weet je, niks is onmogelijk. Helemaal niet in mijn hoofd. Dus het is gewoon, ik hou van de grootste doelen stellen. Stel, ik haal het niet. Ja, dan zeggen mensen, maar dan word je toch teleurgesteld als je het niet haalt. Nee, het is een mooie weg daar naartoe geweest. Dus als ik het niet haal, ja, dan is het gewoon jammer. En dan ga je de volgende keer de volle bak voor. En dan meteen voor de medailles. Dus, weet je, ik zie er niet echt een probleem in. En in 2021, dat moet wel gewoon, vind ik. Is dit muziek in je oren? Zeker. Zo, op deze manier. Ja. Mooi. Hier klinkt de gedrevenheid, onbegrensd denken. Dus dat is mooi om te horen, absoluut. Ja, dat is een beetje wat je van een talent wil. Zeker, ja. Zijn we gezegend op dit moment? Met vind veel ik wel, talent? Vind ik wel. Nou, met beide, met een groep toppers die op dit moment al een hele mooie prestatie neerzet. En een hele mooie lichting daarachter. Dus de toekomst van de atletiek in Nederland ziet er rooskleurig uit. Oké, en dan wordt dat dan bij zo'n EK 120 vorig jaar bijvoorbeeld bevestigd door andere landen? Als Nederland opeens bovenin dat medailleklassement? Ja, we waren heel zichtbaar. Ik werd ook in het hotel aangesproken door de Franse delegatieleider bijvoorbeeld. Die vroeg van, wat hebben jullie gedaan? Want dit is iets nieuws. Zo zijn we het niet gewend. Ja, dat is wel lekker, hebben. Toch? Dat is leuk. Dat is het moment. Absoluut. Zeker, we zijn echt een speler geworden op dat niveau. Heerlijk. Fijn om te horen. Leuk dat je er was. Heel veel succes. Dank wel. Doe het rustig aan. Nou, nee, ik kan niks beloven. Nee, jij ook hartstikke bedankt. En ook heel veel succes. Dank je wel. Dit was de 4e aflevering van Atletiek Talk. Het is zomervakantie. Belangrijk om wel te blijven bewegen en wat te blijven doen. Maar wij zijn er voorlopig even niet. Eind augustus ongeveer. Zo rondom die NK gaan we er hopelijk weer zijn. U weet het dus, 29 en 30 augustus, atletiekunie.nl, atletiek.nl. Daar staat alles wat u verder wil weten. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.